2016, 2017, Philharmonie Zuid-Nederland. Het is het vierde seizoen wat wij ingaan, wat we hebben gepland en waar we grote plannen voor hebben. En de bijzonderheid van het seizoen 2016-17 is dat we dat met een nieuwe chefdirigent doen. En dat is ook gelijktijdig de eerste chefdirigent van Philharmonie Zuid-Nederland in zijn geschiedenis, Dimitri Lis. Het orkest staat nu aan het begin. Dimitri Lis is de eerste dirigent die komt. En hij komt met als vakman, als muzikaal vakman, die uiteraard heel bekwaam is in het Russisch repertoire, maar die ook heel bekwaam is in het klassieke repertoire, in het philharmonische repertoire uit andere streken. En die ook heel veel eigentijdse muziek speelt. Hij is getrouwd met een componiste. En hij speelt ook bij zijn orkest in de Oeraal geregeld eigentijdse muziek. En brengt werken in wereldpremières of Russische premières. Nou ja, we hebben dus iemand die heel breed is. En waar we op hopen is dat hij op zijn manier, met zijn esthetisch idee, het orkest gaat vormen de jaren dat hij nu hier als chef-dirigent zal zijn. Ja, dat de neuzen dezelfde kant op staan. Dat er een soort stijl komt waar je zegt van oké, zo klinkt Philharmonie Zuid-Nederland. Ik denk dat de dirigenten over het algemeen voor een orkest de meest belangrijke bron van inspiratie zijn. Dat is waar niet alleen het publiek naar kijkt, maar dat is ook waar de spelers naar kijken. Als je een inspirerende dirigent hebt, dan ben je al halverwege. Als de muzici in het orkest dan nog goed zijn en goed met elkaar kunnen en het elkaar kunnen vinden, nou dan ben je daar. Dimitri Lis gaat in zijn seizoen 2016-17 het eerste concert spelen. En dat is een programma wat eigenlijk heel ongebruikelijk is voor een openingsconcert. Want je zou verwachten dat iemand een grote Mahler-symfonie, een Bruckner en weet ik veel, een statement doet. Maar zijn statement is heel uiteenlopende stijlen te presenteren. Dus hij zegt, hij begint met Grieg, de eerste orkestsuite uit Peer Gynt, heel bekend. Dan komt het grote vioolconcert van Jean Sibelius met een topsolist, Vadim Repin, 15 jaar, 20 jaar, echt een grootheid aan de vioolhemel. Voor het eerste gast. We zijn buitengewoon trots dat we hem hebben kunnen strikken. Dan komt een wereldpremière van een Nederlandse componist. En dat is Willem Jets. Een suite Hotel de Pékin. Die gaat hier in première. En dan Ravel La Valse. Dus een stuk uit de Franse hoek waar het heel gaat over kleuren, over beweging. En waar het orkest heel goed kan laten zien wat het eigenlijk kan. En dat is het statement van Dimitri Lis voor het begin van zijn periode. De afspraak met Dimitri is dat hij zelf zijn programma's voorstelt, dat hij zelf met initiatieven komt, dat hij zelf zegt, ik wil dit doen, ik wil dat met deze solisten doen, ik wil dat, ik denk het orkest heeft dit repertoire nodig, ik wil dit met hun gaan spelen. Dimitri Lis komt een paar keer terug met verschillende programma's. Volgende project, of een van de bijzondere projecten die hij nog doet, is een Prokofjev-dag. We hebben een componistendag in Maastricht elk jaar. Die is dit jaar gewijd aan Prokofjev. Dan gaat hij een selectie spelen uit Romeo en Julia. Het vioolconcert, het eerste vioolconcert en de symfonie nummer 5. Een ander programma. Is het kerstprogramma. We hebben altijd een kerstserie wat 2 weken voor de kerst in het hele speelgebied wordt aangeboden. Daar is hij ook de gast. En daar komt hij weer met een groot solist. En dat is in dit geval Boris Berezovsky. Tchaikovsky, pianoconcert nummer 1. En Rimsky-Korsakov, Scheherazade. Dus ook een prachtig programma voor de kerst. En ik zou het publiek alleen maar aanraden, kom langs, dat moet je niet gaan missen.
Een ander programma wat hij gaat doen is een programma rond de liefde en de dood. Dat is Wagner, Tristan en Isolde, Voorspiel en Liebestod. Tchaikovsky, Francesca da Rimini. Francesca da Rimini gaat, het verhaal is een vrouw die haar man heeft bedrogen en de man vermoordt de vrouw. Maar hij lijdt eigenlijk voor de rest van zijn leven onder het feit dat hij haar heeft vermoord. Het is echt een triest verhaal. Maar heel mooi in muziek gezet van Tchaikovsky. En de pièce de résistance, om het maar zo te zeggen, in dit programma is een werk van Caccelli. Styx heet dat. Dat is een werk voor een groot koor, oud viool en groot orkest. En het gaat over de rivier Styx, die zeg maar de verbinding is tussen leven en dood. En zijn donker, heel aantrekkelijk, intrigerend werk. Ik heb het toevallig in mijn tijd bij het Radio Philharmonisch Orkest ook geprogrammeerd. En het komt nu op die manier terug op voorstel van Dimitri Lis. Want hij zei zelf, ik zou dat dolgraag in mijn eerste seizoen willen doen. Het laatste programma wat ik ook zou willen noemen met Dimitri Lis is een programma waar Hannes Minna terugkomt naar het orkest. Hannes Minna, de pianist uit Zeeland, die eigenlijk jaarlijks langskomt. Die van de Nederlandse jonge solisten toch een van de diegenen zijn die echt een gigantische carrière aan het opbouwen zijn. En hij komt pianoconcert nummer 2 van Chopin spelen hier. En we gaan dat koppelen met de pathetiek van Tchaikovsky, onder leiding van Dimitri Lis. En het gekke is, het lijkt alsof Dimitri Lis vooral Russisch repertoire zou doen, maar dat is een beetje toeval. Ja. Hij is van zijn repertoire zeer uiteenlopend en zeer divers. Het zijn wel werken die hij doet waar hij het orkest kan ontwikkelen. Het zijn grote bezettingen waar hij met veel leden van het orkest gelijktijdig kan werken. En ook aan klank en esthetiek enzovoort, frasering kan werken. En het is muziek waar wat voor muzici ook betekent, ze kunnen lekker spelen. En ik denk ook dat uiteindelijk onderdeel uitmaakt van het succes van Dimitri Lis samen met Philharmonie Zuid-Nederland in het seizoen 16-17 bij ons publiek. Er zijn uiteraard andere dirigenten, gastdirigenten, die voor het orkest belangrijk zijn en die gelukkig ook terugkomen. We zijn in het seizoen 16-17 nu in een situatie dat we dirigenten met wie het orkest goed heeft samengewerkt, die goede resultaten hebben bereikt en die ook bij het publiek goed zijn bevallen, dat we hun terug uitnodigen. Dus we beginnen langzamerhand ook een pool van vaste dirigenten te vormen die terugkomen. Nou, één ervan is Hans Graaf. Hij komt terug in het seizoen 16-17 met Bruckner 7, dus echt een groot werk uit de Oostenrijkse philharmonische literatuur, samen met Bartók, het tweede pianoconcert. Voor mij is Hans Graaf een ongelooflijk goede dirigent, ook echt een vakman, maar ook bevlogen, inspirerend iemand die waar ik dolblij ben dat hij hier komt en dat hij regelmatig komt. Een ander programma wordt geleid door Michael Sanderling. Michael Sanderling is de zoon van Kurt Sanderling. En Kurt Sanderling was een grote dirigent uit het oosten van Duitsland, de DDR. En een van zijn zoons, Michael, was eigenlijk cellist, maar is een jaar of 10, 15 geleden begonnen ook te dirigeren. En inmiddels dirigeert hij alleen maar. Is chef van de Dresdner Philharmoniker. En hij komt hier met een heel bijzonder programma ter gelegenheid van de viering van het verdrag van Maastricht. We gaan, wat moet je anders doen, Beethoven 9 gaan spelen onder leiding van Michael Sanderling. Maar we doen er iets bij. En dat is een opdrachtswerk aan Hawar Tafik.
Hawar Tafik is een componist die uit Koerdistan komt en die op vrij jonge leeftijd naar Nederland is gevlucht. Hier zijn muzikale opleiding heeft gedaan en die inmiddels als componist is gevestigd. Wij hebben Hawar gevraagd om een stuk te schrijven over vrijheid. Wat voorafgaand aan Beethoven 9 wordt gespeeld, wat ook een werk is over vrijheid. In dit geval zei hij, nou dat lijkt me intrigerend. Ik ga erover nadenken, ik kom binnenkort terug. En een paar weken later zei hij, nou ik heb erover nagedacht, lijkt me een boeiend idee. Vind je het een probleem als er het een of ander Arabisch instrument in zit? Ik zei nee. Maar maak niet te veel, want we willen ook dat andere orkesten het ook kunnen spelen, mochten zij dat willen. En hij vroeg op een gegeven moment, ik zou graag wat straatgeluiden uit Koerdistan willen opnemen en gebruiken. Is het een probleem als we daar ook een geluidstape mee laten lopen? Nee, absoluut niet. Dus hij zei, prima. En daar is hij nu mee bezig. Dat werk heet Unificazione. En dat gaan we in Maastricht in première brengen en dan ook op een aantal andere plekken gaan spelen. Er wordt altijd gezegd dat het orkestpubliek, het publiek wat naar orkestconcerten gaat, heel conservatief is. En ik kan dat eigenlijk niet beamen. Ik denk, mensen zijn conservatief in die zin dat ze weten wat ze interessant en leuk vinden en waar ze voor komen. En dat willen ze uiteraard ook beleven en meemaken. Maar aan de andere kant wordt het ook zeer op prijs gesteld door het grootste deel van het publiek als er af en toe iets anders komt. Ja, dat je zegt van, hier is een nieuw aspect, daar is een interessante nieuwe componist, hier hebben we een opdracht gegeven voor een werk wat er goed bij past, kom maar luisteren. Mijn insteek in programmering is deze balans te zoeken. En of wij dan op een gegeven moment Beethoven 5 of Beethoven 7 of Beethoven 4 gaan spelen, dat maakt mij persoonlijk minder uit. Dus ik zit meer in de lijnen, de dirigenten, de keuze van de dirigenten. Dat er echt, omdat ik vind dat is voor het orkest van het grootste belang. En ook inspirerende dirigenten te hebben die niet noodzakelijk dirigenten zijn. Maar die vanuit een instrument een orkest aanleiden, maar dat die dat vanuit een intrinsieke inspiratie doen. En die het orkest zo ver brengen dat ze met elkaar communiceren. In plaats van kijken wat de dirigent doet en vraagt op dat moment. Het is een heel andere insteek. Meer een kamermuzikale insteek, maar dan voor een groter collectief. Jan-Willem de Vriend, voor het publiek geen onbekende, een geliefde gastdirigent ook bij Philharmonie Zuid-Nederland. En met Jan-Willem de Vriend gaan we iets bijzonders ook doen. En dat is de muziek van Carl Philipp Emanuel Bach onder het voetlicht brengen. Carl Philipp Emanuel Bach is een zoon van Johann Sebastian Bach. Was in op zijn leeftijd beroemder dan zijn vader. Was echt een buitengewoon populaire man. In Engeland wordt hij beschreven als de man van de Rococo beat. Nou, hele ritmische muziek, vroeg klassiek. En er zijn een aantal pianoconcerten. En die heeft Michael Riesche opgenomen een jaar of 2-3 geleden. En we gaan dus een van die pianoconcerten met Jan-Willem de Vriend naar Nederland brengen. En we combineren het met muziek van Johann Sebastian Bach en Mozart. Dus je hebt barok, je hebt vroeg klassiek, je hebt klassiek. En dat ook een ontdekking, hele fijne muziek van Carl Philipp Emanuel Bach. Die is een beetje verdwenen uit beeld. Een ander dirigent die terugkomt is Reinhard Goebel. Reinhard Goebel was 25 jaar leider van Musica Antiqua Keulen. Echt authentieke muziekpraktijk. Die man weet alles van Mozart en hoe je dat moet fraseren. Was ook vioolspeler in zijn eerste carrière.
En hij komt naar het orkest om een klassiek programma te studeren en te presenteren. En daar zit een werk in, een vioolconcert van Clement. Clement was de opdrachtgever van het Beethoven Wereldconcert. Hij was concertmeester in Wenen in die tijd en heeft Beethoven gevraagd zijn dat Beethoven Wereldconcert te schrijven, omdat hij een stuk nodig had voor een van zijn matinees. Maar hij had zelf ook een wereldconcert geschreven en dit wereldconcert van Clement was heel inspirerend voor Beethoven. Maar dat Clement Wereldconcert wordt vandaag de dag zelden gespeeld. Nou, wij gaan dat doen onder leiding van Reinhard Goebel. En dan ook weer interessant, niet met een solist die gespecialiseerd is in authentieke muziekpraktijk. Maar iemand die met een Russische achtergrond echt de grote vioolwerken speelt, Alina Pogostkina. En zij gaat het doen. Ik ben daar gewoon ook blij mee. Ik vind het geweldig dat het gebeurt. En het geeft het orkest gelegenheid om gewoon op allerlei fronten te ontwikkelen. Het is een rijk geschakeerd programma. Interessante dingen in zichzelf. En dat vind ik zo belangrijk bij onze serieprogrammering. Dat elk programma wat we doen, dat het ertoe doet. Dat het goed samengesteld is. Goede solisten, goede dirigenten. En dat u zegt van ja, dat klopt. Wat ik ook graag zou willen noemen is het debuut van Anthony Hermos. Anthony Hermos is een jonge Nederlandse dirigent die gevoelde 100 jaar geleden een keer bij het Brabants Orkest te gast was. Maar dat was een klein, educatief programmaatje. Hij is in de tussentijd bij iedereen geweest in Nederland. Maakt ook grote stappen in het buitenland. Maar hij komt nu voor het eerst voor een romantisch programma. Met werken van Schumann, Tweede Symfonie en César Franck bij het orkest. En de solist is Andreas Ottensamer, klarinet, Mozart klarinetconcert. Andreas Ottensamer, iedereen die het nieuwjaarsconcert uit Wenen heeft te bekijken dit jaar, heeft de drie Ottensamers zien spelen. Het is een Oostenrijkse familie, vader en twee zoons, die alle drie soloklarinetisten zijn geworden. Andreas, onze solist, bij de Berliner Philharmoniker. En vader en zoon, de andere twee dus bij de Wiener Philharmoniker. Echt ongelooflijk mooi. Het is een beetje de Jussens, maar dan op klarinet. Ja. Hè? Het is wonderbaarlijk, ongelooflijk sympathieke mensen. Geweldige spelers die echt, het is het mooiste wat je kunt krijgen. En dat gaat Anthony Hermos dus presenteren als dirigent en leiden. En dan is er één dirigent die ik absoluut niet moet vergeten en dat is Kees Bakels. Kees Bakels kent u allemaal, want Kees Bakels was in het eerste seizoen van Philharmonie Zuid-Nederland 5 keer als dirigent te zien. Kees Bakels is de dirigent die in het eerste seizoen voor zijn rekening heeft genomen om regelmatig met het orkest te werken en een begin te maken aan het orkest te bouwen. Een hele gewaardeerde gast voor ons, die we jaarlijks uitnodigen. Nou ja, hij komt ook in 1617 terug. En dan met een programma waar je het vioolconcert van Paganini gaat horen. Dus een heel virtuoos werk, La Campanella, gespeeld van Stephen Watts, een hele jonge violist. En Mendelssohn Symfonie nummer 4, Italiaanse, is het pièce de résistance in dat programma. Aangevuld een overture van Richard Wagner uit Das Liebesverbot. Dus je hoort eigenlijk niet zo vreselijk veel muziek in het concertleven van Richard Wagner. Hier wel. En Prelude Verdi uit Ballo in Maschera.
Dus echt een Kees Bakels programma. Kees Bakels programma's zijn rijk, zijn veelzijdig. Als barok is een goed begrip, maar het past er niet bij. Omdat we hebben het hier over romantische muziek. Maar het gebaar. Het is gewoon de vreugde dat het er is en de vreugde van het leven. Kees Bakels is echt een muzikant, puur sang, die het ook weet over te brengen. En het orkest klinkt fantastisch. Ja, en last not least wil ik graag nog iets zeggen over onze play- en conduct-projecten. Play- en conduct betekent dat een solist in het orkest ook als dirigent het orkest leidt. Dus soms vanuit de eerste stoel, dus een violist die vanuit de eerste stoel het orkest aanleidt. Soms iemand die het solowerk vanaf zijn instrument speelt en dan gewoon als dirigent voor het orkest treedt. En we hebben drie dirigenten die dat in het kader van de klassieke programmering doen. En dat is in eerste instantie Laas Voogt. Beroemde pianist, met iedere grootheid gespeeld. En Laas Voogt is een aantal jaren begonnen te dirigeren. Is inmiddels chefdirigent van Northern Symphonia. En hij komt hier om het Brahms Piano Concert nummer 2 als play and conduct te spelen. Dus vanuit de piano en Dvorak 5. Howard Shelley, een Engelse pianist die Haydn Londense Symfonie 95, Jupiter van Mozart, gaat dirigeren en wat tussenin als sandwich-formule Mozart Piano Concert nummer 18, maar die dan zelf als solist is te beleven. En de laatste is Mario Brunello, die dat ook doet, een cellist uit Italië. En die gaat niet alleen het Haydn Cello Concert spelen in de eerste helft, maar in de tweede helft ook het Cello Concert van Nino Rota. En Nino Rota is eigenlijk een componist die we vooral uit filmmuziek kennen. Nou, interessant om zijn Cello Concert in een concert te horen, maar dan ook als play en conduct met zo'n grootheid als Mario Brunello. Het is geen filmmuziek wat je hoort, maar je hoort wel Nino Rota. Het blijft, componisten van deze klasse, daar blijf je het wel horen wie het is. Al die programma's die ik nu heb genoemd zijn binnen verschillende serieprogramma's verpakt worden aangeboden. Daar is bijvoorbeeld een serie, daar kun je een passepartout kopen. En het passepartout betekent dat je alle programma's kunt beluisteren. En dat is het complete set, dat is het meest uitgebreide wat er is. In andere steden zijn er andere mogelijkheden. Dus kijk even naar onze folder, dat is deze. In deze folder staat ook per speelstad wat er is en wat je kunt bekijken. En wat de samenstellingen zijn, matinee-programma's of zondagmiddagprogramma's of een reeks of 5 tot 7 programma's. Daar is ook heel belangrijk, wordt heel duidelijk gezegd wat is de korting die je krijgt als je zo'n serieprogramma koopt. Maar je kunt ook losse concerten kopen uiteraard. En om de keuze gemakkelijker te maken, hebben wij symbolen verzonnen. Er zijn 4 symbolen. Dat is 1 symbool voor klassiek. Dat zijn de programma's De Weense Klassiek, Haydn, Mozart, Beethoven. En mocht er een werk bij zijn waar een uitstapje wordt gemaakt naar het eigen tijdse of terug in de tijd, dan staat er een plus bij. Dat is klassiek plus. De tweede grote serie zijn de meesterwerken. Dat is echt het gekende repertoire. Dat zijn de grote bekende pianoconcerten, vioolconcerten, celloconcerten. De grote symfonieën die er zijn. Bekend repertoire. Iets wat u op Classic FM ook graag beluistert. En wat echt het kernrepertoire is. En dan is er de serie Groots en Avontuurlijk.
Dat zijn programma's waar we met hele grote bezettingen komen spelen. En waar meestal ook een avontuurlijk tintje aan vast zit. Dus iets wat te ontdekken valt. We zijn 2 jaar geleden begonnen een kerstprogramma voor kinderen met hun ouders, met hun familie in Maastricht te organiseren. Dat is Limburgse Kerst. Een programma van 1 uur. En we gaan dit jaar de kerstverhalen van Charles Dickens meenemen. Er zijn verhalen in het Maastrichtse dialect. En daar is ook gelegenheid om samen met de kunstenaars op het podium kerstliederen te zingen. En het start in de Onze Lieve Vrouwenkerk met een koordconcertje. En dan is er een tocht door de stad naar de theater aan het Vrijthof om het concert bij te wonen. Het nieuwjaarsconcert heeft dit jaar een bijzonderheid. We zijn in januari 2017 voor het eerst in de Efteling met een nieuwjaarsconcert. Het is echt een bijzonder moment. We hebben daar al 3 jaar aan gewerkt om een mogelijkheid te krijgen ons te presenteren. Nou, het wordt nu mogelijk nieuwjaarsconcert in het Efteling Theater, waar we ook een specifiek programma gaan presenteren wat ook inspeelt op de Efteling. Dus we gaan het programma ook ietsjes wijzigen ten opzichte van de andere programma's van het nieuwjaarsconcert. Er zijn attracties in de Efteling en daar is orkestmuziek gebruikt. Het orkest heeft dat ook gedeeltelijk zelf ingespeeld en daar gaan we dingen uithalen. Dus dat je, die worden zelf specifiek bewerkt in een concertsetting en dat gaan we doen. Een ander programma wat we weer terugbrengen en wat toegankelijk is voor families met kinderen is Alice in Wonderland. Een heel mooi verhaal, gebaseerd op uiteraard het verhaal van Alice in Wonderland. We hebben dit productie ontwikkeld samen met theatergezelschap Het Laagland. En daar wordt muziek van Edward Elgar gebruikt. Een heel mooi moment om samen uit te gaan. Weer je kinderen in aanraking te brengen met klassieke muziek in januari 2017. En dan de Matthäuspassie. De Matthäuspassie is een vast moment voor het orkest om te spelen in Maastricht, in Eindhoven en in Venlo. Dit jaar gaat de dirigent van de Matthäuspassie, Stephen McLeod, ook als bassist optreden. In wezen, Stephen McLeod is een zanger die een aantal jaar geleden begonnen is om ook als dirigent te gaan werken. En hij gaat dit nu verbinden. En het lijkt me wel een belevenis om dat mee te maken. Belangrijk is ook een wijziging die wij vanaf 2016-17 invoeren bij de inleidingen. We hebben in het lopend seizoen 15-16 getest digitale inleidingen. Dus inleidingen waar een muzikus uit het orkest vertelt wat in een concertprogramma wat er aankomt te beleven valt en waar het over gaat. En we hadden een ongelooflijk positief respons voor deze digitale inleidingen. Dus meer dan 70% van onze bezoekers luisteren en bekijken die digitale inleidingen. Dit werk begint met een ritmisch motief in het orkest. Luid, heel vastberaden, vastbesloten. Vierkant eigenlijk in de waarneming. Een beetje streng zelfs. En dan in de zesde maat komt de piano heel zacht. Heel legato. Dat is een veel groter aantal dan de bezoekersaantallen die we bij fysieke inleidingen hebben in de zaal. Dus we hebben ervoor gekozen om de inleidingen compleet te vervangen voor digitale inleiding. Dus u kunt voorafgaand aan het concert op onze website terecht
En daar wordt het opgezet, dan vindt u de inleiding. En dan kunt u zelf een paar dagen van tevoren, op het moment wat het u uitkomt, kijken en de inleiding bekijken of een deel bekijken en dan even iets anders doen en het tweede deel op een later moment. Dus dat is een service waar we hopen dat we ons publiek beter kunnen bereiken. En gelijktijdig stelt het ook u als publiek in de gelegenheid om de muzici van het orkest beter te leren kennen. Philharmonie Zuid-Nederland als sociaal beest. Wij vinden dat we niet alleen maar in onze serie concerten een goed programma moeten leveren, maar dat we ook contact willen hebben met ons publiek. En daarom hebben wij een symbool ook aangegeven. Dat is een glas. En dat betekent dat na afloop van zo'n concert waar een glas bij staat, gelegenheid is om in gesprek te gaan met muzici in de foyer. En we noemen dat ontmoet en begroet. Dus ik hoop u veel en vaak te zien bij de concerten van Philharmonie Zuid-Nederland in het seizoen 2016-17.